Nou, hij is er hoor, hij is af. En hij is persoonlijk gebracht. Hallo. Door Suus. Ja. Zo, het is vandaag zondag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik wandel hier samen met mijn broer. Ja. Bij Uitwenningen gaan, bij de boot. Chris is al naar de boot. Die is eventjes de tent vast aan het openmaken. En we gaan niet varen hoor, we gaan eventjes, denk ik, zo een bakje koffie zetten of zo. We zijn al even bij Celine geweest, op kraambezoek. En ja, dat is de zondag. Voor zover. Meer spannender gaat het niet worden volgens mij, hè? Op kraambezoek ook met mijn zoon, maar die is niet zo fit, dus die heeft afgebeld. Ze zijn met z'n drieën gegaan. Want ik had ook nog steeds een kraamcadeau wat ik moest geven. Een hele mooie set met verzorgingsproducten van een of ander Engels merk. Little Aurelia, dat is heel lekker spul. Lavendelgeur, dus rustgevend en helemaal vegan. Ja, allemaal op natuurlijke basis is het in ieder geval. Dus een heel leuk koffertje zit er omheen. Ik geloof niet dat Rompke erg ver wil, zo te zien. Oh, het trekt toch wel. Het waait wel hard eigenlijk. Dus we gaan straks lekker op de boot zitten in de luwte. En dan gaan we een beetje inkakken, denk ik, zo meteen. We waren ook al even door een McDrive geweest. Ik heb een McRoketje gehad en een milkshakeje. Nou, een hele goede avond. Het is vandaag maandag. En dan je denkt van maandagavond, doet ze naar buiten. Ja, we zijn aan het wandelen, Chris en ik. Zonder Rompke. Want we wilden eens eventjes een beetje een ritme kweken. Om eens even lekker elke avond een beste wandeling te maken. Gewoon goed voor lijf en leden. Ook tussen de oortjes is dat even goed. Alles even leegmaken. En Rompke kan dat niet. Dus, ik zag dus dat mijn batterij bijna leeg is. Dat snap ik niet. Maar, zo gezegd, zo gedaan. Het is nu 7:30. Het begint al wat te schemeren. Het is heerlijk rustig hier op het pad naar Bozem. De maan schijnt al. Waar is de maan? Hier. Daar is de maan. En daar hebben we een prachtige zonsondergang. Dus, jongens. Lekker hoor.
Alleen Chris die loopt zo hard. En ik heb het een beetje in mijn rug. Dus ik moet hem even bijhouden. Ja, ja. Van het weekend natuurlijk lekker naar Celine geweest. Hebben we Finn weer even geknuffeld en vastgehouden. Mijn broer was mee. En die heeft hem voor het eerst gezien. Die was ondaan. Ja, natuurlijk. Maar dat is toch ook geweldig. Zo'n heel klein manneke. Zo'n hij is ook zo aandoenlijk. Zo'n aandoenlijk kopje heeft hij. Ja, hij schijnt overdag heel weinig te slapen. Ik zei tegen Celine, dat heeft hij van jou. Die sliep ook niet veel overdag. Dus dan krijg ik filmpjes en foto's toegestuurd. Heel leuk. En daar hebben we zo naar uitgekeken. En nou is hij er alweer. En als hij alweer straks vrijdag wordt het alweer 3 weken, jongens. Och, och, nou. Nou. Hoeveel... We hebben nou 4 gelopen, denk ik. Of 3 kilometer? 2,5. Nou. Nou. Wel even lekker zo. Ik had ook al met elkaar een uur gefietst. Half uur heen met de fiets naar het werk en half uur terug. Dus dat vond ik ook wel vrij sportief van mezelf. Een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag alweer, ja. Ik heb net het pakketje van bol.com binnen. En dan moet ik toch even vertellen. Ja, ik heb niks bijzonders besteld hoor. Ik heb eventjes een stuk of wat COVID testen. Want het seizoen is er weer en de COVID neemt weer toe. En ik ben afgelopen week ook al 4 keer aan het testen geweest omdat ik heel verkouden was en klachten had. Maar het was steeds negatief. Maar ja, ze zijn nu op. Dus ik wil wel even wat in huis hebben. Dus hier ligt een hele bult met testen. En ik moest nieuwe mascara hebben. Maar die als het goed is, ligt hier in de brievenbus. Maar ik had dus meegedaan met de winactie van Gerrit Puttershoek. Die vlogt ook. We zijn op elkaar geabonneerd. Hij heeft al 1700 abonnees. Ik weet niet hoe die man dat doet. Maar die heeft in een paar weken tijd is hij van 1400 naar iets van 1700 gegaan. Dat kanaal loopt als een trein. Goed, ik had meegedaan met een winactie. En hij had een hoge hoed. En dan had hij allemaal de loodjes van al zijn abonnees wat erin zitten. En daar trok hij 10 uit. En daar had hij mij uit getrokken. Dus ik moest toch nog wat bestellen bij bol.com. En de cadeaubon die lag van de week in de bus. Had hij me al een berichtje gestuurd. En die heb ik natuurlijk even besteed. En dat is heel erg leuk. Dat is heel erg lief van Gerrit. En ik wens Gerrit ook verder heel veel succes nog verder met zijn kanaal. Want dat loopt als een trein. Hij doet heel wat anders eigenlijk als wat ik doe. Hij heeft een serie gemaakt met bijzondere hobby's. Dus hij gaat naar mensen toe. Mensen kunnen zich bij hem opgeven. En dan gaat hij naar mensen toe om te filmen wat hun bijzondere hobby's allemaal zijn. En dat doet hij heel leuk. En hij filmt ook wel dat hij gewoon aan het wandelen is in de Hoekse Waard waar hij woont. En wat ook heel leuk is, hij is laatst geïnterviewd bij de plaatselijke radio daar. En toen heeft hij even verteld dat hij met de winactie dat er een bon helemaal naar Friesland moest naar mij. Nou, hoe leuk is dat? Het loopt nog niet vol met abonnees bij mij. Maar goed, hij wil me helpen. Nou, hoe leuk is dat? En wat ook wel heel leuk is, even heel wat anders. Zoals jullie weten ben ik net oma geworden van Finn. En jullie hebben waarschijnlijk al, mensen die ook dus geabonneerd zijn op het kanaal van Suus, die hebben gezien dat voor een tijdje terug ze een borduurwerk had afgerond. En dat borduurwerk, dat was een geboorte, hoe noem je dat, tegel, ding, weet ik het. voor mijn kleinzoon, ja, daar is ze een hele poos mee bezig geweest. Dus nu dan liet ze de vorderingen even zien in haar vlog.
En goed, toen wisten we nog niet wat het zou worden. En toen wisten we ook de naam nog niet. Dus als allerlaatste heeft ze natuurlijk de naam ingevuld. En, nou, is het dus zo dat ze vanmiddag in Sneek is. Ze is aan het winkelen met haar zus. Toen zei ze van, zal ik hem even langs brengen? Nou, natuurlijk. Hoe leuk is dat? En toevallig komt Celine hier morgen. Ik kan ze mooi meenemen. Dus dat was mijn nieuws weer eventjes. Nou, ja. Niet veel gevlogd van de week, want niet veel gedaan. Ik ben weer niet fit. Weer heel erg last van mijn buik. Ik ben ook naar de dokter geweest. Ik heb op mijn schouder hier verdachte moedervlekjes weg laten halen. Van de week de hechtingen eruit laten halen en de uitslag was er nog niet, dus dan moet ik volgende week voor terugbellen. En ja, die darmen van mij, dat is nog steeds niet tip-top. Heel veel last van. Vandaag wezen werken en ik zat mezelf zo in de weg. Ja, nou bla bla bla, klaag, klaag, klaag. Enfin, dat dus, is dus de reden dat ik niet zoveel vlog op het moment. En we doen ook niet zoveel. Nee, we gaan niet zoveel weg op het moment. Dus dat we allebei niet zo fit zijn. Nou, hoe saai is dat? Maar goed, we doen ons best. Misschien dat wat we dit weekend allemaal gaan doen, dat we dat kunnen filmen. Maar stay tuned. Straks zien jullie mij weer als Susie er is. Als tenminste wil dat ik het ga filmen. Dat, goed, dat zien we straks wel. Nou, hij is er hoor. Hij is af. En hij is persoonlijk gebracht. Hallo. Door Suus. Ja. Ja. Ik ging shoppen in Sneek. Ze ging shoppen en ze is heel goed geslaagd. Ja, ja, echt super goed. Ja, ja, echt hele leuke kleren. Maar dan moet en ze is vreselijk afgevallen. Ja. Want dat zie ik nou in het echt. Ja, 40 kilo. Ja. En deze wordt morgen opgehaald, denk ik. Ja. En we zitten zo gezellig te praten, dat ik zei van, wow, we vloggen helemaal niet. Nee, maar ik heb vandaag een vlogvrije dag. Want het is niet handig om, als je, dat is mijn kind, te vloggen, zeg maar. Als ik met iemand op pad ben die dat niet zo leuk vindt. Of tenminste, dat heb ik eigenlijk niet eens gevraagd of ze niet in beeld wil. Nee, maar, dat snap ik. Dus ja, dan loop ik de hele dag met die camera. Dus ik heb een vlogvrije dag. Ja. Dus vandaar. Nu even niet. Nee, maar nu even niet. Dat is leuk, want dan heb ik toch even goed wel beelden van vandaag. Ja. Dus, is ook ja, zo. Daarom. Ja. Nee, morgen is er komt wel gewoon een leuke video uit hoor. Ik heb nog een unboxing staan van allemaal knutselspullen. Aha. Dus die hebben ze, zeg maar, die zien ze vrijdag. Wat is het volgende week? Vrijdag de 14e. Aha. Nou, ja, jongens, opletten. Vrijdag de 14e. Ja. Nou, lieve mensen, er is een eind gekomen aan deze vlog. Aan deze rommelige, hele korte vlog. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer je nog even op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis. Dat kan door middel van die rode knop hier beneden. De abonneerknop. En dan wens ik iedereen een heel goed weekend. En graag tot een volgende vlog. Doei doei.